Het probleem waar wij tegenaan lopen is dat wij in de voertuigen van onze defensieorganisatie eigenlijk alleen maar radio's hebben. Die beperkte bandbreedte hebben en eigenlijk niet voldoende afstandsbereik. Een keuze die we nou hebben gemaakt, een oplossing die we hebben gekozen, is een stuk techniek, een zogenaamde ad hoc router. Die ervoor zorgt dat eigenlijk alle communicatiemiddelen die we zelf aan boord hebben, of die in de buurt zijn, dat we daar gebruik van kunnen maken. Maar dat zijn allemaal onderdeeltjes van een grotere puzzel. En die hebben we nou eigenlijk bij elkaar gelegd. Dat is dus niet meer via een radiofrequentie? Nee, de radio's worden ook gebruikt, want dat is een middel dat we zelf in de hand hebben. En zolang dat binnen bereik is en voldoende bandbreedte biedt, zullen we die zeker gebruiken. Maar we kunnen dus terugvallen op lange afstand communicatiemiddelen. Denk daarbij aan satellietcommunicatiemiddelen. Denk daarbij aan hoogfrequente radio's, nieuwere generaties waar we wat mee experimenteren. Maar denk in andere gevallen ook gewoon aan een 4G-netwerk, zoals we dat gewoon kennen van met onze smartphone. Kan dat dan niet gehackt worden of zo, vroeg ik mij af? Nou, alle verbindingen die wij maken worden beveiligd, zodat we in ieder geval zeker van zijn dat we onze systemen niet toegankelijk zijn voor kwaadwillenden. Just keep me where the light is. Come on, keep me where the light is. Ik liep hier net even langs en ik dacht bij mezelf van, waarom is het er nog niet? Waarom bestaat het nog niet? Waarom is het voor de moeite om over zo'n grote afstand met elkaar te kunnen communiceren, zeg maar via radio, terwijl er zoveel technologie daarvoor beschikbaar is? Ja, goed, dat is ook een beetje de wet van de remmende voorsprong geweest. Hè? Want we hadden het allemaal en het moest nog allemaal. En het heeft ook met die bezuiniging te maken. Kijk, als je allemaal kleiner moet worden, moet je proberen toch nog hetzelfde te doen wat we lang geprobeerd hebben. Dan ga je niet investeren in allemaal nieuwe ontwikkelingen. Je ziet nu met de geweldige sprong die IT echt maakt, dat wij ook ons ook wel beseffen, daar moeten we echt wat mee. Daar moeten we met echt voortvarendheid mee aan de slag. Je vroeg net aan mij, ja, het gaat nog wel enige tijd duren. Nou, wat mij betreft niet.